Ik zou nu graag iedereen willen verzoeken om naar buiten te gaan om het vulpunt officieel te openen. En de wethouder vriendelijk willen verzoeken om de gemeenteauto af te tanken. Een personenauto duurt even lang als gewoon diesel of benzine tanken. En de wat grotere voertuigen kan iets langer duren, maar dat is niet heel veel langer. Ja, vanmiddag is er een groengas. Benzinepomp, maar dan een gastank, gaspomp geopend. Is dat ook helemaal in de filosofie van het bedrijf dat jullie CO2 neutraal willen zijn? Ja, inderdaad. We willen ook meedoen aan een groen milieu. En ik ben een aantal jaren geleden via een ondernemer bij ons dorp daarachter gekomen. En we zijn op een gegeven moment ingedoken en we zijn met Onnesgas in zee gegaan. En toen kwamen we op een gegeven moment met de verbouwing erachter dat we ook gelijk een uitgas, op een groengaspunt moet ik zeggen. Wat is natuurlijk gelijk meegenomen met de hele verbouwing? Ja, ja, dat is wel het mooiste. Want er moest ook een speciale compressorhuis moest komen achter op terrein. En het was nu mooi te combineren met de diesel- en benzinepomp. Dus, Hoe groot is het aantal vrachtauto's die al op groengas rijden hier in het dorp, zeg maar? Of is dat een grote groep die gaat komen? Nou, er was steeds de vraag van wie gaat er beginnen en wie gaat er op groengas rijden en wie gaat er een installatie neerzetten. De kip en het ei. Hè? De kip is er nu. Ja. En de eieren moeten nu komen. Ja. Jij verkoopt vanuit je Opel assortiment ook al groengas vrachtauto's? Ja, we hebben nu de Safira op groengas, Combo en nu is de Vivaro ook sinds een aantal dagen op groengas. Je bent goed bezig. Ja, dankjewel. Het gaat over groengas. Het is net geopend bij Wijnands Autoservice. U bent van groengas. Wat is groengas precies? Groengas is biogas dat opgewerkt is naar dezelfde kwaliteit als aardgas. En daar kunnen allerlei verschillende auto's op rijden. Ja. Want is het vloeibaar? Wat gebeurt er als ik de slang aansluit op mijn vrachtauto? Dat is juist niet vloeibaar. Het is gecomprimeerd, dus het blijft droog. En de vertanking is ook helemaal vacuüm. Dus het is de enige vertanking waar er ook geen terugslang op is en waar je altijd schone handen bij haalt. Is dat nou iets van een nieuwigheid of bestaat het al veel langer? Het bestaat al heel ontzettend lang. Alleen Nederland die loopt er op achter eigenlijk ten opzichte van andere landen. En dat die inhaalslag zijn we op dit moment aan het maken. Zijn er al veel auto's die hier kunnen tanken? Er zijn in Nederland 10.000 voertuigen rond die op groengas rijden. Van allerlei vormen en maten. Van Fiat Panda tot en met zware afvaltruck zeg maar. En alles wat daartussenin zit. Het moet diesel zijn, want het is een dieselbrandstof. Nee, het is wat u vooral ziet is dat het vooral dieselvervangend is. Oh, ja. Dus auto's die nu op diesel rijden, die zijn vaak die partijen kiezen er vaak voor die klanten om op groengas te gaan rijden. Ja. Is het ook zo dat als ik nu een dieselmotor heb of een dieselbenzinetank, zeg ik het een beetje raar, maar kun je dan een tankje inleggen om groengas te gaan rijden? Ja, sinds kort kan dat. Dat was altijd heel lastig, maar sinds kort is dat mogelijk. En dat gaat ook heel goed. Dat gaat heel goed. Dan hou je de flexibiliteit van de diesel en de actieradius. En dan kan je de milieuvoordelen van het gas daarmee combineren. Ja, nu even natuurlijk een Hollandse vraag. Wie stelt hem niet? Hoeveel kost een liter groengas? Het gaat in kilogrammen en die zijn ongeveer 1,10 euro. En dat kunt u vergelijken met een liter diesel. Dus dat voordeel is aanzienlijk. En nog een Nederlandse vraag. Krijgen we een beetje subsidie? Er zijn allerlei verschillende soorten subsidieregelingen. Hangt er vanaf een beetje welke regio u woont. In de provincie Utrecht was altijd de regeling, die is er nu niet meer. Maar het aardige is dat de meerprijzen van de voertuigen steeds lager worden. Waardoor het eigenlijk ook zonder subsidie al ontzettend aantrekkelijk is. Is de bedoeling dat we allemaal op groengas gaan rijden? Nou, daar ben ik groot voorstander van. Maar de realiteit is dat we in de toekomst op allerlei verschillende manieren ons gaan voorbewegen. Waarvan groengas een van de meest praktische en de meest goedkope routes is. Die voor het meeste mensen haalbaar is. Oké, mooi verhaal, dankjewel. Graag gedaan.